Maar ik moet... Mensen die goed kunnen werken met hun handen zijn onmisbaar bij bouwbedrijven. En zo ook de mensen. Ik ben vandaag op de bouwplaats van woningbouwproject Kouwenhoek in Capelle aan de IJssel. En met de Jonge Heimans collega's, dus ook mensen van Control, krijg ik hier een cursus metselen. Ik sta hier met Dick de Voorman en hoe wil jij metselen daar in Capelle? Nou, dat is al een heel tijdje hoor. Ik kom in de jaren 63 en ik ben van mijn 15e af in de bouwplaats. Oh jeetje, veel ervaring. Dat is al een hele tijd. Oké, okay, dus het is heel goed dat jij mij vandaag leert metselen. Misschien. Ja. Wat heb je allemaal nodig om te metselen? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Nee? Nee, als je een specie stenen hebt en je hebt een troffel, je hebt een paar profielen, een stukje draad en dan kun je je gang gaan. Zeker, dit is een troffel hè? Dit is een troffel. Oké, okay. Kun je mij even laten zien hoe het moet en een aantal tips geven? Ja, ik kan het wel even laten zien. Voor tips is het wel handig om naar een muurtje te gaan, denk ik, hè? Dan zal ik hier eens even naar de muur gaan. Oké, okay, we gaan naar het muurtje. Broodje liggen. Hoorde je dat? Ik heb al een broodje liggen. Ja. Dit is een broodje. Vertel. Ik zal het dus vertellen. Ja. Je pakt wat specie, je gooit dat op de muur. En je legt er een steen op en dat haal je een beetje naar je toe. En je ligt er aan de draad. En hebben jullie nog metselaars nodig? Ja, zeker. Ik kan altijd metselaars gebruiken. Ja? Ja? Het is gelukt. Mooie kaarsrechte muurtjes. En het is toch lastiger dan dat je denkt in eerste instantie. Maar kun jij dit nou beter? Laat dan een leuke foto van jouw metselwerk hieronder in de comments.